Het was gisteren de 50ste viering van Wereldtelecommunicatiedag. In dat kader heeft het telecommunicatiebedrijf Telesuur gemeend een speciale applicatie of app te lanceren. Telesuur-directeur Mike Antonius gaf aan dat op zo'n dag bepaalde thema's die gerelateerd zijn aan ICT worden belicht. Dit jaar is de focus gericht op het omzetten van ongestructureerde data naar gestructureerde informatie. In het verlengde daarvan heeft het bedrijf gemeend de ICT-groep Suriname Snake Initiative, SSI, die de Snakebite-app heeft ontwikkeld, te ondersteunen. Hebben we dat initiatief gebruikt omdat ook zij bezig zijn geweest om ongestructureerde data te maken tot gestructureerde informatie. Omdat er zoveel hierover gebeurt in Suriname. Slangenbeten, de gevolgen daarvan. Ik hoef daar niet nader over uit te wijden. Maar in ieder geval met deze gestructureerde informatie proberen zij dan, en in de samenwerking die wij met hun hebben, proberen we dan de gemeenschap beter van dienst te zijn. Zo'n initiatief, u weet, we zijn bezig met het Telesuur Nationaal Breedbandproject. Dat is de fundatie van wat wij noemen de e-Suriname visie. We hebben in het verlengde daarvan eerder een paar andere e-services aan gewerkt. In UPPS-verband breng ik even in herinnering de e-payments, de smart retail hebben wij IsuMarket niet zo lang terug op de markt gebracht. En dit is een e-health initiatief. Want middels dit e-health initiatief dat wij ondersteunen, geven wij impulsen aan de gemeenschap van de vele mogelijkheden die er één ontstaan wanneer je met het breedbandnetwerk, hoe je in kan spelen op kansen. Dit is wat het Snakebite initiatiefgroep aan het doen is. En voor de gebruiker om in te gaan op de vraag die u stelde, houdt het zoveel in dat als hij de app downloadt, mocht zoiets gebeuren met de persoon zelf of met een relatie, dan heb je in ieder geval wat te doen in zo'n geval, maar ook hoe je assistentie zou kunnen krijgen. Mike Antonius, hij legt verder uit dat dit initiatief helemaal valt binnen de e-Suriname Vision. Volgens de Telesuur-directeur komen er namelijk verschillende diensten voor in deze visie. Eén daarvan is e-health. En wij dachten op deze manier, door dit te ondersteunen, brengen we een andere e-service onder de aandacht. Los van e-payment en smart retail is dit een e-health initiatief dat wij ten zeerste toejuichen. En wat is dan de boodschap van oudste telecombedrijf van Suriname in verband met telecommunicatiedag? Nou, in ieder geval gaan wij verder in securing our digital future. We leggen een fundering om in ieder geval verder te bouwen aan het digitaliseren van onze economie. En dat doen wij met heel veel passie. En dat valt allemaal binnen our e-Suriname vision. We zijn eigenlijk begonnen in Suriname met slangenbeten op de intensive care. Rond 5 jaar geleden is dat in beeld gekomen. Slangenbeten in Suriname komt vaak voor. De vraag was hoe vaak en waar komen die patiënten terecht en wat gebeurt er met die patiënten? Op een gegeven moment, ze kregen wij alleen maar de patiënten die gecompliceerde infecties hadden of orgaanfalen. En dan kwamen ze op de intensive care terecht. En op een gegeven moment, en de naam mag genoemd worden, is een jonge collega die deed zijn opleiding in de diaconesse. En in de diaconesse heeft hij gezien dat er een protocol werd gehanteerd. We hebben dat protocol geadopteerd. We dachten van nou, we gaan het wiel niet uitvinden. We gaan het protocol direct implementeren. En we hebben toen een vangnet gecreëerd op de EHBO om die slangenbeten eerder, sneller in beeld te brengen. Nawin Ramdani, initiatiefnemer van het Suriname Snake Initiative SSI-project. Hij gaf ook aan dat slangenbeet vaker voorkomen in Suriname, maar nog ondergeregistreerd zijn. Het telecommunicatiebedrijf Telesuur heeft in verband met de viering van Wereldtelecommunicatiedag gisteren de Snakebite Suriname-app gelanceerd, die de gezondheidszorg ten goede moet komen. De lancering van de app heeft plaatsgehad in de courtyard bij Marriott.